More than 160 years ago, the company Flisco, based in Helmond in the south of the Netherlands, makes high-quality printed fabrics using a technique adapted from the ancient batik method, a craft the Dutch learned during the time Indonesia was still a colony of Holland. This delicate and time-consuming wax printing and colour dyeing process defines the brand's strong, colourful and unique fabric range. Since 1876, Flisco has been exporting these fabrics across the African continent, where they became hugely popular and remain so today. Artikel in de Volkskrant. Afrikaanse mode komt uit Brabant. En ja, we zitten hier in Helmond. En bij een van de grootste textielfabrieken die nog in Nederland bestaat en die op dit moment meer en meer modemerk aan het worden is. Het grappige is dat hier al 160 jaar lang een bepaalde Flisco-signatuur neergezet wordt die het meest geapprecieerd wordt in Afrikaanse context. Je hebt in Afrika dus die verschillende smaken en als je kijkt naar een typisch Ghanese uitwerking, Ghana die houdt van heel erg veel onregelmatigheid. Dus in Ghana gaat men meer zeg maar, voor dit soort effecten met heel veel bubbels en grote bubbels en heel veel onregelmatigheid. Maar het is niet alleen die bubbels, het is ook de kleurcombinatie. He, dus in Ghana vind je bepaalde kleurcombinaties die je niet in Nigeria vindt. Wat het hele leuke van de ontwerp is, dat het allemaal ontworpen is door Nederlanders. En dit is ontworpen volgens wat wij noemen de Flisco-signatuur. Ja, dit is ook weer zo'n leuk voorbeeld van specifieke destinering, wat eigenlijk helemaal niks met Afrika te maken heeft. En toch heeft het een bepaalde betekenis al daar in die landen gekregen en is heel populair geworden. De namen van de verschillende dessins die worden gegeven door de marktvrouwen. Dat is iets wat Flisco zelf helemaal niet doet en dat is heel leuk. Wij maken een verhaal met onze destinering. En een dessin krijgt een bepaalde naam omdat het bijvoorbeeld gelanceerd wordt op het moment dat er iets gebeurt. We hebben een recent nieuw dessin en iedereen op de markt noemt dat Obama, want dat werd gelanceerd op het moment dat Obama gekozen werd. Het heeft helemaal niks met Obama te maken als je kijkt wat voor dessin het is. Omdat wij dus met wax werken, bedekken we in het begin van het proces bedekken we het doek met een soort van wax. En dan gaan we de onbedekte gedeeltes gaan we verven in verfbaden. Nou, in dit geval is het in een indigo bad gegaan. En je ziet dat die witte stukken dat die allemaal donkerblauw zijn. Hier zie je al een beetje, hè, daar zit bijvoorbeeld een grote donkerblauwe breuk zit hier. Hier is die wax gebroken en is die verfstof dus erin gegaan. Dus wat je bijvoorbeeld ziet op dit doek hier zo, is dat je hebt heel mooie design in indigo en je ziet hier allemaal van die streepjes, je ziet allemaal van die breukjes. Maar die zijn overal anders en dat zijn de plekken waar die hars dus gebroken is en waar die verfstof er ingekropen is. Nou, en dat maakt dus dat elk stuk wat je hebt en elk kledingstuk ook daadwerkelijk uniek is. Dit zijn voorbeelden van de allernieuwste kledingcollectie die ja, over een paar maanden in de winkels in Afrika zal hangen. Flisco heeft sinds 2,5, 3 jaar hebben we een nieuwe weg hebben we ingeslagen. En heel kort door de bocht hebben we gezegd van lapjesfabrikant willen we modemerk worden. After a slew of successful collaborations with high fashion brands such as Comme des Garçons, Adidas en Printemps,
Flisco reinvented themselves in 2006 as a fashion label in their own right. Customers now flock to Flisco's ever-increasing number of flagship stores in major African cities like Benin and Accra, coveting their growing range of products, from ready-to-wear collections to shoes, bags and accessories. Nou, wat grappig is, is dat mensen dus altijd denken dat we eigenlijk alleen maar voor Afrika maken en produceren, maar dat is helemaal niet waar. Flisco produceert wel voor Afrikaanse consumenten, maar die consumenten kunnen zowel in Afrika wonen als bijvoorbeeld in Londen of New York of Tokio. Nou, hier zie je dus allemaal Afrikaanse namen, maar bijvoorbeeld hier staat een partij, die sturen we naar klanten in Londen. Overal waar je een grote Afrikaanse community hebt, waar ook ter wereld, ja, daar vind je dus Flisco. En dan gaat het vanuit dat moment, ja, het verdwijnt niet uit het zichtveld van Flisco, maar dan gaat het het Afrikaanse circuit in. Met alle handelaren, de marktvrouwen, de kleermakers. En dan krijgt het dus weer een heel nieuw hoofdstuk.